Hoi, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op Beauty Spots. Zoals je ziet sta ik voor mijn kledingkast. Ik ga vandaag weer een nieuwe closet tour opnemen. De vorige is alweer 1,5 jaar geleden en inmiddels is er best wel veel veranderd in mijn kast. Jullie weten dat ik inmiddels een hele leuke samenwerking heb met Tante Betsje, dus dat ik regelmatig of heel vaak over de nieuwe jurkjes mag schrijven. Daar ben ik natuurlijk super blij mee. En dat betekent ook dat er heel veel nieuwe jurkjes van afgelopen winter- en zomercollectie, of van de huidige wintercollectie en de afgelopen zomercollectie in mijn kast hangen. Dus ik dacht, het is alweer eens leuk om een nieuwe closet tour op te nemen. Ik hoop dat jullie het ook leuk vinden. Dus ik ga jullie meenemen in mijn kast. Ik sta hier voor het gedeelte waar ik de jurkjes van de huidige collectie heb hangen. Dus afgelopen zomer had ik hier de zomerjurkjes hangen. En nu hangt daar de wintercollectie. Dat is voor mij gewoon de makkelijkste kast. Dus ik vind het makkelijkst om hier 's ochtends een jurkje uit te zoeken. Ik zal de camera even een klein stukje lager zetten. Dan kunnen jullie beter meekijken. Nou, hier hangen dus de jurkjes van de huidige wintercollectie en van vorig jaar. Ik ga ze gewoon... ik ga gewoon wat jurkjes aan jullie laten zien. Ik begin met deze. Dit is wel een van mijn favorieten van de huidige wintercollectie. Dat is de Skippy. Hij heet Skippy en hij is van Nicky Verloes, maar die exacte naam weet ik niet precies. Deze heb ik in een donkerblauw. Hier heb ik al een artikel over geschreven. Deze jurkjes vallen ruim. Ik heb hem een maat kleiner dan mijn gewone maat. En het zijn, het is echt een heerlijk jurkje. Deze ga ik misschien ook nog wel in het... zwart-wit kopen. Dan heb ik hier de Sporty Dress Little Dots. Zoals je ziet heb ik nu ook de Little Dots aan, maar dan een ander model. Dit is het bekende model met deze wat aansluitender. Heeft een rits met een lekkere hoge kraag. Deze zijn gemaakt van een wat dikkere stof, de Loopknit stof. Dat is een lekkere dikke jongenstof. Die raakt lekker warm, maar ook heel comfortabel. Degene die ik aan heb, dat is Dress Selma. En dit is dus de Sporty Dress. Sporty Dress heeft een bloemenapplicatie op de mouw. Dat heeft Dress Selma niet. En verder heeft Sporty Dress lekker zakken. Ja, dit zijn echt gewoon heerlijke jurkjes om te dragen. Dan heb ik hier Dress Lola Vintage Deer. Hier heb ik ook al een artikel over geschreven. Die heeft een hele mooie... grote hertenprint over het hele jurkje. Ja, het Lola model is natuurlijk heel mooi met een mooie vrouwelijke halslijn. Hier met de knoopjes en de plooitjes. Het is echt een van mijn favoriete modellen. Deze heeft een driekwart mouw, waardoor je ze ook op wat minder koude dagen lekker kunt dragen. En als het wat kouder is, dan draag je er gewoon een vestje overheen. Ik vind de kleuren van dit jurkje echt zo ontzettend mooi. Dan heb ik hier Dress Victoria Retro. Deze is verkrijgbaar in 4 verschillende kleuren. Ik heb er in het rood met roze en de bloemetjes hebben dan ook een paars randje. Ook een heerlijk model Dress Victoria met een mooie V-hals, een driekwart mouw. En ja, deze valt gewoon ontzettend mooi. Hier heb ik op dit moment nog geen artikel over geschreven, maar hier ga ik voor komend weekend foto's van maken. Dan heb ik hier een jurkje uit de Business Line. Dress Lizzie is dit. Dat is een effe donkerblauw jurkje, die is ook in het zwart. En dit is een wat rustigere lijn van Tante Betsy. Die is er dit jaar voor het eerst. En ja, heel veel dames zijn hier wel heel blij mee. Ik vind dit een heel mooi model. Heeft een mooie V-hals die iets rondloopt. Met lange mouwen en verder is het een jurkje met een mooie A-lijn. Dus als je van wat rustige jurkjes houdt, dan is de business collectie van Tante zeker een aanrader. Dan kom ik bij de jurkjes met de Rain print. Dit is Dress Zippy Rain, die heb ik in het donkerblauw. Dat heeft leuke parapluutjes print en mooie gele details zoals je ziet. Ook hier op de zakken. Een mooi geel biesje. Ook deze is gemaakt van de wat dikkere stof. Ja, het zijn echt gewoon heerlijke, heerlijke winterjurkjes. In dezelfde print heb ik ook Dress Selma. Dress Selma Rain, die heb ik in het zwart. Die heeft de roze parapluutjes en de roze accentjes. En ja, die heeft net als het model wat ik aan heb, die mooie ronde halslijn. Die niet te laag valt. Dat is natuurlijk ook niet fijn in de winter, want dat is wel veel te koud.
En die zwarte lijn die zie je ook in de taille en bij de zakken terug. Dan heb ik hier Dress Pepper Solid Blue. Dit is ook een wat aansluitende jurkje. Valt, de ringprintjes vallen overigens ook een maat groter. Dus hier moet je ook een maatje kleiner nemen. En datzelfde geldt voor deze Dress Pepper. Een heel mooi effen jurkje met een ronde halslijn en een rit. Lekker lange mouwen. En die mouwen hebben ook de stoere retro print op de mouw. En leuke boordjes. Ja, en verder is dit gewoon een effen aansluitend jurkje. Een heerlijke joggingjurkje noem ik het altijd. Dan kom ik bij de jurkjes van de eerste lichting van dit najaar. Dit is Dress Mia Pixel Rose in blue. Dress Mia heeft een V-halsje en een mooi kraagje. Heeft ook weer de driekwart mouw. Ja, en de Pixel print is natuurlijk gewoon echt een heel mooi printje met lekker veel kleurtjes erin. Dus heel, heel makkelijk ook te combineren. En die heeft een hier mooie kant, mooi kantje langs de halslijn. Ook echt een plaatje van een jurkje. Dan kom ik bij de Happy Camper jurkjes. Dat was wel, ja, samen met kabouters mijn favoriete printje van de eerste lichting. Ja, als je het van dichtbij ziet, dan snap je wel waarom. Deze heb ik in het paars met allerlei vrolijke caravannetjes en autootjes erop. En een oranje biesje. En ik heb hem ook in het zwart. Die heeft een roze accentje langs de hals. En bij de boordje, de boordjes zijn van ook van dezelfde contrasterende kleur. Ook deze heeft een driekwart mouw. Dit is Dress Lemonade. Die heeft een mooie overslag die, ja, die niet te laag valt. Zodat je hem gewoon ook zonder hemdje kunt dragen. En verder is er een mooie iets uitlopende A-lijn. Hier zit overigens ook een koordje bij voor in de taille, maar die liggen aan de andere kant. Dan heb ik hier Dress Bobby Square Rose. Een mooi model met knoopjes. Het is geen hele doorknoop, ze lopen maar tot hier. En een mooie striklintje in de taille. Ja, natuurlijk een geweldig mooie en vrolijke roze print. Deze heeft dan weer lange mouwen, dus ja, erg geschikt voor de wat koudere dagen. Deze is wel gemaakt van de wat dunnere stof. Maar goed, dat is ook wel eens lekker, want het is niet alle dagen in de winter zo koud als je een dik jurkje wilt dragen. En met een vestje erover draag je dit soort jurkjes ook gewoon heel de winter door. Dan heb ik nog een jurkje in Square Rose. Dat is Dress Victoria. Die zag je net ook al in de retro bloemenprint. Deze heb ik dan in het black. Maar het is meer antraciet dan zwart. Ja, dit blijft gewoon heel mooi. Het is een vrij eenvoudig model, vind ik, de Dress Victoria. Want ze valt niet heel uitlopend of zo. Maar het is gewoon een heel mooi model. Door de tailleband kleedt ze mooi af. En heeft ook die driekwart mouw. Dan kom ik bij de kaboutertjes. Dit is Dress Suze uit mijn hoofd gezegd. Die heb ik in het zwart. Een zwarte ondergrond met blauwe hartjes en kaboutjes en paddenstoelen. En wat ik hier zo leuk aan vind is het roze biesje en de roze-witte boorden. Ja, dit is gewoon een heel superleuk en vrolijk jurkje. Hier word ik echt blij van zodra ik deze aantrek. Ik heb nog een jurkje in kabouterprint, maar die hangt hiernaast te drogen. Dus die kan ik momenteel niet laten zien. Dat is Dress Holiday Gnome Love. Dat is... En die heeft ook een V-hals en dan met knoopjes hier en driekwart mouwen. Die heb ik dan in het groen. Nou, dan kom ik bij de jurkjes van vorige wintercollectie. Dit is Dress... ik kan even niet op de naam komen, maar dit is de pieperprint. Leuke blaadjes met vogeltjes. Deze heeft lange mouwen. En verder is het een vrij uitlopend jurkje met hier zakken. Zoals Anita van Tante Betsy zei... Toen ik het over dit jurkje vroeg, zei ze van ja, op het hangertje is het net een hobbyzak, maar het is echt een ontzettend leuk jurkje deze. En ik ben ook blij dat ik voor deze gekozen heb. Dan heb ik hier twee stippenjurkjes van vorig jaar.
Ja, de stipjes zie je eigenlijk ieder jaar wel terugkomen bij Tante Betsy. Ik heb er hier eentje met een donkergroene ondergrond en groene stippen. En dit is dan een net iets ander model met overslag. Een blauwe ondergrond met lichtgrijze stippen. En die is dan afgezet met een mooi roze biesje. En een bloemenborduursel op de mouw. Deze hebben allebei ook weer 3/4 mouwen. Deze zippie is ook van vorig jaar. Ook een heel mooi, mooi motiefje en lekker warm jurkje. Ja, ik merk toch wel, ik heb het wel snel warm, maar ik merk toch naarmate ik wat ouder word, dat ik het in de winter ook wel makkelijk koud heb. Dus dan is deze stof gewoon ideaal, want het zijn stofjes die wel lekker warm zijn, maar die niet zweten en die gewoon heerlijk comfortabel dragen. Dan heb ik hier de Snappy van vorig jaar. Ik kan de naam van het printje, kan ik zo even 1, 2, 3 niet opkomen, maar het is een heel mooi bloemenprintje. Deze heeft hier knoopjes die helemaal doorlopen, maar vanaf hier wel dichtgestikt zijn. En lekker lange mouwen. Nou, dan kom ik hier bij jurkjes van wat oudere collecties van Tante Betsy. Ik ken het merk natuurlijk zelf nog maar 2 jaar, maar ik heb inmiddels wel wat leuke oude modelletjes over kunnen nemen. Zoals de Arbeidjesprint en Madeliefjes. Dit is echt een van mijn favorieten. Echt zo'n vrolijk jurkje vind ik dit. Dit is hetzelfde model als de groene kabouters met die V-has en die knoopjes. En deze heeft, deze komt tot net over mijn elleboog de mouwen. Dus deze draag ik zowel in de zomer als het niet te warm is, als in de winter lekker met een vestje erover. Nou, deze heb ik pas nog ontvangen. Ook een heel mooi bloemenprintje met een zwarte ondergrond en roze en groene en oranje bloemetjes. Echt een, dit was ook echt een van mijn favorietjes. En die heeft een mooie doorknoop. Deze heeft dan wel korte mouwen, maar goed, met een vestje erover kan het prima. Ik denk dat ik ze komende week maar eens uit de kast ga halen. Dan de hartjesprint. Dat is echt een heel favoriete print. Daar is ook heel moeilijk aan te komen, dus ik was super blij toen ik deze kon overnemen. Dit is een model met ook weer 3/4 mouwen. En hier knoopjes. Die zaten niet dichtgenaaid, maar die heb ik zelf wel dichtgenaaid, omdat ze een beetje open gingen staan bij mij. En het jurkje verder wel gewoon goed op maat was, dus nu kan ik ze prima dragen. En deze heeft dan ook zakken, 2 zakken. Dit is de Cornflower print. Dat is een printje van 2 jaar geleden volgens mij. Ja, dat was het jaar dat ik Tante Betsy had leren kennen in het najaar. Dit is de model Bibi. Dat is een heerlijk, vrij eenvoudig model met een ronde hals, uitlopende rok en ook weer 3/4 mouwen. Dus ja, ik heb deze toen in de winter niet gekocht, maar vorig jaar met de fandag van Tante Betsy heb ik deze nog kunnen kopen. Dus hier ben ik echt super blij mee. De camera stopte net even abrupt mee, maar ik heb wel even gekeken waar ik gebleven was. Dus ik ga weer verder. Nou, dit zijn nog een paar jurkjes van vorig jaar winter. Dit is de Dress Lemonade Stardot. Die heb ik in het blauw. Dat is mooi, met een donkerblauwe ondergrond met mooi blauw-grijze printje. Dit was de eerste kennismaking met Dress Lemonade. En ja, ik ben hier echt super blij mee, want ik hou er niet van dat ik altijd per se een topje onder een overslagjurkje moet doen. En dat is met dit model gewoon niet nodig. Nou, deze heeft ook weer de 3/4 mouw. Echt een heel leuk jurkje is dit. Dan nog een van mijn favorieten van vorig jaar. Ik weet de naam niet meer precies. Maar dit is een effe jurkje met een leuke streep. Ik heb hem in het blauw en ik heb hem ook in het zwart met een wit streepje. En hier op de mouw een superleuk vogel borduurseltje. Deze heeft ook lange mouwen. En 2 zakken. Ja, dit is echt een, ik noem het altijd een leuke pippi jurkje is dit. Dan nog een jurkje wat ik vorig jaar in de winter in de sale heb gekocht volgens mij. Of in ieder geval vrij ver aan het eind van het seizoen. Het is deze leuke appeltjesprint. Met 2 zakken. En lange mouwen en de mooie ronde hals. Deze hals die valt iets lager en iets wijder dan de Dress Selma. Maar hier ben ik ook echt super blij mee. Dan hang ik ze meteen even goed op mijn plek.
Ik hou wel van een georganiseerde kast, zoals je misschien wel ziet. Dit is een jurkje wat ik ook tijdens de fandag heb gekocht. Ook een heel leuk modelletje met een driekwart mouw. Dus ook voor zomer en winter te dragen. En dan hier met die wisjes waar ook de zakken onder zitten. Deze is ook nog in het blauw en rood-wit. En die hoop ik ook nog eens een keer over te kunnen nemen. Want ik vind dit echt een superleuk modelletje. Dan de rest Olly. Die heb ik ook tijdens de fandag gekocht. Een heerlijk doorknoopmodelletje. Ik vind hem een beetje opa pyjama effect hebben. Daar hou ik wel van. Het is een heel leuk groen printje. Met overhemdmouwen noem ik het maar even. En dan een roze voering. Zie je ook hier terug. Superleuk oudje. En ook deze kocht ik tijdens de fandag. Deze heb ik momenteel wat minder vaak aan. Omdat hij dat nogal een dunne stof is en nu nogal tekent. Maar ik moet hem echt wel vaker uit de kast halen. Want het is gewoon een superleuk jurkje. Met hier een borduurseltje. Leuke gestipte kraag. Met hier een bloemetje. En dan ook hier nog een leuk borduursel. Nou, dan kom ik bij een paar jurkjes van een ander merk. Hier heb ik een spijkeroverhoorntje van Bonprix die ik aan het eind van de zomer heb gekocht. En die combineert natuurlijk superleuk met de truitjes en de blousjes van Tante Betsy. En dan heb ik hier één jurkje van Dumilde. En die heb ik vooral gekocht vanwege de print, want hij heet Caroline's Beauty Shop. En er staan allemaal nagellakflesjes en parfumflesjes op. En ja, dat vroeg natuurlijk om door mij gekocht te worden. En de boorden zijn gemaakt van stipstof. En die zie je ook aan de onderkant terugkomen. Oh, en hier staat nog een, aan de onderkant staat nog een parfumflesje geborduurd. Ja, dit is wel een wat duurder merk. Dus, maar goed, de kwaliteit is ook wel gewoon goed. Deze kon ik niet laten hangen. Dan kom ik bij de vesten van Tante Betsy. Om te beginnen dit heerlijke gebreide warme vest. Dat wordt echt een van mijn favorieten van de winter. Ja, in het najaar heb ik ook al regelmatig als jas gedragen. Maar het is ook heerlijk om, bijvoorbeeld als je in de auto stapt of zo, om toch iets warms aan te hebben, maar wat wel comfortabel zit. Het vest is gemaakt van 100% wol en heel belangrijk, het is geen kriebelwol, dus dat was voor mij wel echt een vereiste, want ik haat kriebelwol. Deze hoodie is van afgelopen zomer, maar ja, die kun je natuurlijk in de winter ook prima doordragen. Die heb ik in het groen met blauw. Een lang vest en die draag ik ook heel veel in het voorjaar en najaar als jas als ik met Bente ga lopen. Dat zijn echt mijn favorieten, die hoodies. En in de winter kun je ze gewoon met een panty eronder en de rits dicht als jurkje dragen. Dan heb ik nog het Lottevest van vorig jaar in donkerblauw. Die is wat dikker. En die heeft dan zo'n kraag in plaats van een capuchon. En hier een mooi borduursel en lekker lange mouwen. Deze valt ook lang. En tot slot nog een hoodie die ik tijdens de fandag ook gekocht. Die is van een wat oudere collectie. Nou, ik heb nog even de hoodie van het droogrek hiernaast gepakt. Tenminste, die was niet gewassen, maar die hing daar te luchten, zeg maar. Dat is de hoodie van dit najaar. Met de gardenia print aan de binnenkant. En een mooie bloemborduursel op de mouw. Deze is ook wat dikker, ja, omdat het natuurlijk de najaarscollectie is. En ook heerlijk om over mijn jurkjes te dragen. Voor extra warmte. Nou, verder zie je in deze kast nog de bloemetjes voor in mijn haar. Hier heb ik mijn sokken. En hier de panties. Dat is inmiddels ook een aardige berg zoals je ziet. Die moet ik eigenlijk weer eens een keer gaan uitzoeken. Want er zitten vast ook panties tussen die gewoon te oud en te versleten zijn. Nu gaan we naar de andere kast. Nou, hier hangen dus mijn zomerjurkjes. De jurkjes van de afgelopen zomercollectie. Maar ook, even een beetje verzet, ook van de zomers daarvoor. Dus deze ga ik ook gewoon weer eventjes, iets sneller als de wintercollectie ga ik er even langs. Hier heb ik een Lola van vorig jaar zomer, dat zijn de Birds. Vorig jaar zomer vielen de jurkjes iets klein en was ik zelf nog wat zwaarder, dus paste ik niet in de XXL, maar inmiddels wel. Dus deze heb ik nog van Marktplaats kunnen overnemen.
Dan heb ik hier een superleuk jurkje van een paar jaar geleden. Die heb ik toen ik tante Betsy net leren kennen in de sale kunnen kopen. Hier heb ik Dress Lola Peacock. Die heb ik tijdens de Vendag gekocht. Ook een, ja, dat blijft wel een favoriet jurkje van mij in de zomer. Oh. Heb ik hier Dress Lynn Circles. Dat is van afgelopen zomer. Die heb ik in het blauw en in het groen. Het is echt een van mijn favoriete modellen van die zomer. Het is wel een wat dikker model, dus ik heb hem vooral in het voorjaar en nu ook in het najaar weer gedragen. Want in de zomer, ja, in de zomer was het natuurlijk ook gewoon heel warm en dan was dit jurkje gewoon te warm. Heeft een hele gave bloementattoo borduursel op de mouw. De mouwen vallen net tot op de elleboog en hier hebben ze twee zakjes. Ja, dat is echt een superleuk jurkje. Als je foto's terug wilt zien, dan moet je maar even zoeken op Lynn op mijn blog. Nou, Dress Lynn heb ik ook in het effe donkerblauw. Dan heeft ze dan die lichtblauwe piesjes, ook op de zakken en de knopen. En die heeft dan een net iets ander borduursel op de mouw. Even de deur in. Oh, sorry deur. Even kijken, nou dit is een jurkje wat helaas niet in de collectie is opgenomen, maar die heb ik wel ontvangen van tante. Het is een super mooi jurkje in zwart met witte bloemen. En een heel, heel mooi modelletje. Een mooi doorknoopmodelletje. En hier heeft het dan een definiertecht een kraagje. En daardoor draagt het voor mij wel prettig, omdat ik een kraagje in de zomer vaak te warm vind. Dit is Dress Lola Viola. Een mooie donkerblauw met witrode opdruk. En hier het rode biesje. Ja, Lola is gewoon. Lola is gewoon eigenlijk altijd goed voor mij. Dan de Birds and Blossoms. Natuurlijk een hele mooie print van afgelopen zomer. Die heb ik in het groen. Deze valt ook een maatje groter, dus die heb ik in maat L. Een heel mooi doorknoopmodelletje met een striklintje. Ook een super fraai modelletje. Ja, deze ga ik in het najaar ook nog wel dragen met een vestje erover. Want deze heb ik in de zomer eigenlijk ook te weinig kunnen dragen doordat het te warm was voor het kraagje. Nou, Dress Victoria was afgelopen zomer ook met korte mouw. Heb ik hier in het roze met rode opdruk. Een heel vrolijk jurkje. Dan heb ik hier twee keer de Sporty Dress met korte mouw. Ook een wat dikkere stof, dus die ga ik ook van het najaar nog doordragen. Die heb ik in het rood en in het paars. Dus verder gewoon een effe model, ook geen zakken of zo. Maar ja, dit doet natuurlijk al genoeg. Dan kom ik bij de mouwloze jurkjes, waarvan dit een van mijn favorieten is. Ja, mouwloze jurkjes hebben natuurlijk superveel kunnen dragen afgelopen zomer. Dus ja, deze zijn uitgebreid aan bod geweest. Deze heb ik denk ik het vaakst gedragen. Dan hebben we de Daisy overslagjurkjes. Die heb ik in het rood en in het blauw. Is ook nog in het zwart geweest. Ook een heerlijk modelletje. De streepjes met de overslag. Die heb ik in het blauw, rood en groen. En die heeft hier dan dat gave bloemenborduursel. Ja, dit waren echt gewoon heerlijke jurkjes. Een lekker soepele stof. Ja, heerlijk om te dragen afgelopen zomer. En Dress Joyce Didier. Die heb ik in het rood en in het oranje. Die hebben een mooie ronde hals met een striklintje. En dan leuke biesjes bij de mouwen. En hier natuurlijk het, oh, ik zit aan de verkeerde kant, het leuke hertenborduurseltje. Nou, verder liggen in deze kast, hier liggen topjes en leggings. Hier liggen mijn omslagdoeken, of nou ja, nu eentje. En hier ligt mijn kluskleding, noem ik het maar. Hier liggen spijkerbroeken en wat oude shirts voor als ik bijvoorbeeld moet schilderen en echt geen jurkje aan kan. Dus we gaan nu naar de andere kast. Nou, hier ben ik bij de kast met de blouses en de shirts. Maar even kijken, want ik een beetje zelf in beeld ben met de shirts ook. Zo is beter.
Hier hangen al mijn blouses en shirts. Zoals jullie misschien wel weten, draag ik ook graag rokjes van tante. En ja, daar heb ik dan ook de nodige bijpassende shirts bij. Hier heb ik een shirt met lange mouwen van afgelopen winter. Dat is ook van die streepjes collectie. Hier heb ik dan een bijpassend rokje bij. En van de pieperprint heb ik ook een shirt met bijpassend rokje. Die heeft dan hier de print en verder gewoon even lange zwarte mouwen. Hier heb ik twee blouses van het eerste jaar dat ik tante Betsy leerde kennen. Die heb ik toen nog in de sale gekocht. Echt twee superleuke printjes. En ja, die draag ik natuurlijk ook superleuk op een blauw of een groen rokje. Dit is een blouse van vorig jaar met de appeltjesprint. Hier heb ik dan ook een donkerblauw rokje bij met dat lichtere blauwe biesje. Dit is de denim blouse. Tenminste, dit is een denim kleur, maar gewoon gemaakt van dezelfde lekkere soepele stof als de tante. Hier heb ik ook een bijpassend rokje bij. Hier een effe donkergroene blouse. Die heeft dan een leuk vogeltje op de mouw. Deze blouse heeft voor mij een speciale betekenis, want deze heb ik gedragen op de dag dat ik de sleutel van mijn huidige huis kreeg vorig jaar december. Dus dat is toch altijd een beetje speciaal. Dan heb ik hier wat blouses van de huidige winter. De Pixel Print Gold. Hier heb ik ook het bijpassende rokje bij. En daar zijn de kabouters nog een keer. Dit in het roze, daar heb ik daar ook het rokje bij. Dat is natuurlijk ook super vrolijk. Zo, van deze winter heb ik ook een even rode blouse. Dat is ook heel leuk om te combineren. Ook met lange mouwen. En deze heeft dan hier wat poortjes. Dat vind ik wel een leuk detail. Een nieuw model shirt dit jaar is shirt Romy. Het is een shirt met een V-hals en dan hier wat plooitjes. Die heb ik in het roze en ook in de strawberry print. En hier heb ik dan ook een bijpassend rokje bij. Maar die laat ik zo allemaal zien. Dit is de Daisy print van afgelopen zomer. Liet ik net al twee jurkjes zien. Daar heb ik ook een blouseje van met bijpassend rokje. Ook een superleuk printje. Deze is weer van vorig jaar zomer. Hier heb ik ook het bijpassende rokje bij, de vogelprint. Een effe rode polo die ik op de Vendag kocht. Ook altijd leuk en makkelijk om te combineren. Een effe roze shirt van afgelopen zomer. En de Daisy print. Hier heb ik ook het rokje bij. En een effe groen shirt. Dat was ook een heerlijk shirt om te dragen afgelopen zomer. En van de streepjes heb ik de groene en de zwarte. Deze hebben allemaal korte mouwen. Twee mouwloze tops van afgelopen zomer. Met een borduursel op de achterkant en ook weer die mooie overslag. En tot slot nog deze Parrish print. Nee, de print heet anders. Ik weet niet hoe de print heette. Maar ook datzelfde model weer met elastiek en elastiek bij de mouwen. Dan gaan we nu naar de rokjes. Nou, hier hangen al mijn rokjes. Dit is winter en zomer door elkaar. Ik begin even aan deze kant. Dit is de Daisy print. Waar ik net de blouse van liet zien. Die is van afgelopen zomer. Die is gemaakt van een wat dunnere stof. Hier heb ik een groen rokje van de afgelopen zomer. Even groen met een heel leuk wit biesje.
Ik doe het wel even zo, dan vouw ik ze dadelijk allemaal op. Hier heb ik twee rokjes. Hier de vogelprint. Ik zal het even zo doen. De vogelprint en de rode bloempotjes. Hier twee zwart-grijze rokjes. De dots van afgelopen winter en de pieper van afgelopen winter. Dit is een rokje van de huidige collectie. Echt een vrij nieuw model. Afgelopen zomer voor het eerst. En ja, echt een heel fijn model vind ik dit. Die heeft een striklintje in de boord. En hier een zakje. En ja, valt wat sportiever dan de gewone rokjes. Hier is de kabouterprint waar ik de bijpassende blouse bij heb. De pixelprint gold. Hier heb ik een rok, het is een wat langer model, langer en wijder model van afgelopen zomer. De circles ook in dat nieuwere model. Dit zijn twee rokjes van de vorig jaar winter. Dus even blauw en dan hier met het rode biesje. Die heb ik dan ook in het blauw. Deze is van afgelopen zomer. De Birds and Blossoms in het roze. Het denim rokje. Gewoon van effe denim stof. En de strawberry print, waar ik dan ook een bijpassende shirt bij heb. Deze is ook van afgelopen winter. Die draag ik met de effen groene blouse of met de groene blouse met bloemetjes. En hier heb ik nog een rokje wat ik kocht van een jurkjesusje wat ze heeft gemaakt met een kauwgomballen automatenprint. Dus dat waren de rokjes. Nou, dan kom ik tot slot nog bij de kast met de vestjes. Hierin hangen voornamelijk Tante Betsy vestjes, een paar van een ander merk. Ja, ik heb verschillende soorten, dus ik zal ze ook even snel laten zien. Hier hangen wat vesten met lange mouwen, de gebreide vestjes. Deze zijn volgens mij al wat ouder, maar op zich blijven ze wel gewoon mooi. Die heb ik in het blauw en in het groen. Oranje en rood, donkerblauw, even deze terughangen, en in het wat lichter blauw, en ik pak de verkeerde, en in het roze, dus dit is allemaal met lange mouw. Dan heb ik van afgelopen zomer kwamen voor het eerst ook vestjes met korte mouwen in twee verschillende soorten. Even goed kijken nog. Dit zijn gewone effen vestjes met korte mouwen. Dus gewoon hetzelfde model als de bekende vestjes, maar dan met korte mouwen. Daar was ik wel super blij mee, want ja, ook al was het wel heel warm. Je hebt toch vaak als ik bijvoorbeeld 's ochtends met Bente buiten loop of als ik bijvoorbeeld op kantoor in de airco zit, dan is een vestje toch wel gewoon erg fijn. De voorste, dat was mijn favoriet van afgelopen zomer, terwijl ik er in eerste instantie dacht van ja, beige, wat moet je daar nou mee? Maar dat kleurde echt zo ontzettend mooi en zo retro, dus was ik echt super blij mee. Heb ik hem ook in het rood. Even wachten, ik ga even de camera een beetje bijstellen. Zo ben ik wel beter te zien. In het rood en in het blauw en in het spierwit. Dus ja, ook een leuke collectie inmiddels. Dan hadden we de Paris vestjes, waren ook echt super leuk. Ook met korte mouwen en dan met een wit randje hier en hier en witte knoopjes. Dat is natuurlijk ook echt heerlijk retro, dus die heb ik ook veel gedragen afgelopen zomer. Dit is nog een gebruikt vestje van een wat oudere collectie. Die heb ik op de Vendag gekocht. Die heb ik in het zwart en ook in het blauw, maar die hangt hier naast te drogen. Ik ben een beetje overbelicht, zie ik. En die heeft dan hier een leuk knoopje. Dan kom ik bij de jacket. Dit is een jacket van afgelopen zomer.
Ja, in de zomer heb ik die niet vaak gedragen omdat het zo warm was, maar in het najaar zijn ze ook ontzettend leuk te combineren. Dit is een beetje het ouderwetse baseball jacket effect, met hier twee bloemen en op de achterkant nog een mooie geborduurde bloem. Dan een effe Vera jacket in blauw. Die heb ik afgelopen zomer nog in de sale gekocht. Deze is van de huidige collectie. Dat is echt mijn favoriet en van veel dames inmiddels. Ook een heel gewilde jacket, maar inmiddels wel ver uitverkocht. Die is rood met roze boorden en rit. Ja, en die combineert echt met zoveel verschillende items, zo geweldig. Echt, echt mijn favoriet. Ik zou er bijna een backup van kopen. En dan heb ik hier nog twee fluwelen jasjes van Bakery Ladies. Deze heb ik eigenlijk nog niet aangehad, die gele. Ik dacht dat ik die veel zou gaan dragen, maar om een of andere reden blijven ze toch liggen. En deze heb ik vorig jaar gekocht in het blauw. Vinden jullie het leuk om mijn schoenen ook nog te zien? Zal ik die ook nog laten zien? Nou, vooruit dan. Nou, ik begin even met de schoenen die ik aan heb. Die zijn van MAC. Die heb ik vorig jaar ontvangen voor mijn blog. Daar heb ik er ook over geschreven. Dat zijn bruine lage laarsjes met een rits aan de zijkant. Die draag ik super fijn. Nou, van MAC heb ik natuurlijk nog meer schoenen, zoals jullie wel weten inmiddels. Je ziet hier mijn het ouderwetse model, zeg maar, van MAC. De eerste zijn de oudste. Die heb ik dit nu al voor de derde winter aan. Dat is, ja, inmiddels begint wel een beetje te zien, maar ja, ze zijn gewoon ontzettend lang mooi gebleven. Daarnaast de lichtroze, die heb ik van de zomer in de sale gekocht. De paarse heb ik van het voorjaar gekocht. De rode laarsjes zijn van Sanita. Ik zal het even laten zien. Met een hakje. Dan de blauwe schoenen zijn van Art. Die hebben een sleehak. Die lopen ook echt ontzettend fijn. Dan mijn Sandra laarzen daarnaast. Dan heb ik twee paar klompjes van Lotta from Stockholm. De eerste zijn met een laag hakje en de bruine zijn met een hogere hak. En daarnaast heb ik nog open zomerschoenen van MAC staan. En hier staan ze allemaal netjes op een rij in de kast. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden om een kijkje in mijn kast te nemen. Ik besef me natuurlijk dat ik heel veel jurkjes heb. Ik heb deze video ook niet gemaakt om op te scheppen of zo. Ik ben gewoon, ja, heel blij met mijn jurkjes. En ja, zoals ik al verteld heb, ik natuurlijk door mijn samenwerkingen voor mijn blog heel veel moois ontvangen van Tante Betsy. Daar ben ik gewoon echt super blij mee. Maar ja, ik vond het gewoon leuk om weer eens een keer aan jullie te laten zien. Van bijna alle jurkjes van afgelopen zomer en dit najaar, maar ook van vorige winter en vorig jaar zomer, staat er wel een artikel online op mijn blog. Dus mocht je benieuwd zijn naar hoe een bepaald jurkje staat, kijk dan even via de zoekfunctie, zoek het artikel even op. Dan vind je veel foto's van alle jurkjes. Nou, mocht je verder nog vragen hebben, dan mag je ze altijd stellen aan me, of via de mail of via Facebook. Ik beantwoord ze graag voor je als ik het antwoord weet. En verder wil ik jullie weer bedanken voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei!